Kerstboom bij Superkids. De kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids! Hey Kwispel! Hey Nicole! Hey, dat scheelt bij jouw huisje. Dat hing er toch nog niet? Nee, dat klopt. Ha, die heb ik nieuw. Maar waarom heb je dat schild bij je huis gezet dan? Nou, ik zag die man daar, hè. We hadden natuurlijk al gehoord over het zwaard. En dat ene ding voor zijn hart. Ja, je bedoelt het borstharnas. Ja, die ja. En toen dacht ik, zo'n schild ziet er echt heel stoer uit. Oef, dat wil ik ook. En toen heb ik er ook een gehaald. Oké, cool. En weet je ook waar het schild voor staat? Nee. Nou, dat is een goede vraag voor vandaag. Superkids, zijn jullie er klaar voor? Klap in je handen als je met ons mee op avontuur wil gaan. Alle leerlingen zijn bij elkaar in één huis aan het wachten op wat Jezus hen verteld heeft voordat hij naar de hemel ging. Ineens komt er uit de hemel een geluid alsof het heel hard gaat waaien. Alsof het gaat stormen. Niet buiten, maar in het huis. Het geluid vult het hele huis waar ze met z'n allen zitten. Dan zien ze iets dat op tongen van vuur lijkt. Op vlammetjes. Het verdeelt zich. En ineens zien ze bij iedereen een vlammetje boven hun hoofd. Ze worden allemaal vervuld met de Heilige Geest en beginnen te spreken in vreemde talen. Er zijn in Jeruzalem veel Joden uit de hele wereld, uit allemaal verschillende landen. Zij staan stil als ze opeens mannen horen praten in hun eigen taal. Ze zijn helemaal verbaasd. Ze kunnen het niet geloven. Dat zijn toch allemaal Galileërs? Hoe kan het nou dat ze mijn taal spreken? Hoe kan iedereen nou zijn eigen taal verstaan? Dat kan toch helemaal niet? Wat zou dit betekenen? Niemand snapt er wat van. En ze kijken vol verbazing naar wat er gebeurt. Dan komt Petrus samen met de andere 11 leerlingen naar voren en begint tegen alle mensen te praten. Hij zegt: "Hier gebeurt wat de profeet Joël heeft gezegd. Dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God. Ik zal over iedereen mijn geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Oude en jonge mensen, zij zullen visioenen zien, dromen krijgen." Even later zegt Petrus ook nog: "Het hele volk Israël moet dus weten, deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt. Jezus is onze Alfa, het begin, en onze Omega, het einde." Oh, kijk, deze heb ik nog voor jou gemaakt, sprekertje. Hey Nicole, wil jij ook een stukje? Ja, lekker. Gaan we dit zo opeten? Nee, gekkie. Die moeten we natuurlijk boven het vuur houden. Dan smelt het lekker. Het vuur? Maar waar is het vuur dan? Ja. Ja, dat doet me denken aan het verhaal van daarnet. Hoe bedoel je dat? Nou, het ging over Pinksteren. Toen was het huis vol met heel veel mensen. Er was een sterke windvlaag en er werd gevuld met de Heilige Geest. Allemaal tongen van vuur. En de mensen begonnen in vreemde talen te spreken. Maar kon iemand dan ineens Engels praten? Ja, of Portugees. Of zelfs een taal die ze niet zelf begrepen. Maar als niemand je begrijpt, waarom zou je dan praten? Die taal noemen ze tongentaal. Dat is eigenlijk een geheime taal tussen God en jou. Zelf begrijp je het ook niet altijd, maar het bouwt je geloof en versterkt je relatie met God. Cool, ik hou van geheimtaal. Dat wil ik ook wel. Dat kan. Als jij voor Jezus hebt gekozen en je zou dat graag willen, kijk dan goed naar de mensen om je heen die ook in tongentaal spreken en probeer hen dan na te doen. Hey, kijk daar. Het is tijd om God te aanbidden. Yes, wat tof. Hey Superkids, aanbidden jullie mee? Draai alvast een rondje op je plek. Perfect door u gezien.
nooit een fout. Nicole, ik heb net zoiets geks gehoord. Nou, wat dan? Nou, ik keek naar de televisie en iemand was in een heel raar aan het praten. In een andere taal. Oh, dat is grappig. Daar heb ik ook meer over gehoord tijdens mijn avontuur. Vertel eens. Nou, ik hoorde dus dat er met Pinksteren mensen allemaal in andere talen gingen praten. Wij kunnen dat ook. Ja, het heet tongentaal. Tongentaal? Wat is dat? Dat is eigenlijk een geheimtaal tussen jou en God. Oké, dus alleen wij snappen dat? Nou, vaak snap je het zelf ook niet wat je zegt. Maar God weet wat je zegt. En het toffe aan deze taal is dat het je relatie met Jezus versterkt. Oeh, klinkt cool. Ja, en het schild in de wapenrusting staat ervoor dat je pijlen tegen kan houden die naar jou worden gegooid. Het kan zijn dat de duivel wil dat je slechte dingen gelooft of doet. Maar door in tongentaal te spreken, wordt je relatie met Jezus sterker en kan je dit makkelijk verslaan. Dat is dat schild van mij best wel handig dus. Ja, daardoor kan je het in ieder geval heel goed onthouden. Super kids, zijn jullie er volgende week weer bij? Dan gaan we verder met het geheime avontuur van Kwispel. Doeg!